Omroep Peelrand TV. De nieuwszender voor gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek. Politiek aan het woord. Politiek aan het woord. Vandaag twee gasten vanuit de gemeenteraad. Te weten René van Heugden van de werkgroep en Bas van Sinten van de ABL. Mannen, welkom. Dankjewel. Drie onderwerpen, als we het allemaal halen, het komende kwartier. Even het Kerkplein en het Pieftielplein. Kerkplein aan Richtel hebben we het daarvoor hebben. Kunstgrasveld Sparta 25. En de mobiliteitsvisie van de regio hier. Dus we gaan maar even beginnen met Sparta. Dat lijkt mij het beste, hè? Het is nog een beetje spannend in de competitie. Want ja, als ze zondag verliezen, dan hebben ze nog kans op de... Ze mee moeten doen met de na-competitie. Ja. Maar aan de andere kant... Het gras wordt misschien wel heel erg groen, René. Kunstgras. Ja, en ook daar in de competitie is het misschien spannend. Maar over het kunstgras voor Sparta 25 was gisteravond de commissievergadering. En die was niet zo spannend. Want je ziet dat alle politieke partijen dit een mooie ontwikkeling vinden. We zien wat een bijdrage dat Sparta 25 hierin levert. We zien hoe hard ze hiervoor werken. En er is goed overleg geweest aan alle partijen die denken dit zouden we financieel moeten doen. Als de werkgroep hebben wij wel een kritische kanttekening geplaatst. Namelijk, er is geen kunstgrasbeleid in deze gemeente. Dus dit is prima. Maar wat betekent voor de toekomst voor de andere verenigingen? Nou ja, dus jij denkt al aan tennisverenigingen, andere voetbalverenigingen? Absoluut. Stel dat die dezelfde vraag zouden stellen. Speeltuinen met kunstgras? Ja, mogelijk. En wij willen niet per incident gaan reageren, maar we zeggen er zou eigenlijk een kunstgrasbeleid moeten komen. Ja, ja. Waarbij je ook kijkt naar de milieuaspecten van kunstgras. Dat moet nog ontwikkeld worden. Dus deze voorstel van de werkgroep? Ja, en dat is dus niet dat we daar dit voorstel op laten struikelen. Maar dat is wel wat we in de gemeenteraad, waar het over enkele weken nog een keer besproken gaat worden, een keer onder de aandacht willen brengen. Ja. En we zijn als gemeenteraad toezichthoudend en dan willen we een kader stellen. Ja, dan moet je... ook wel kaders gaan staan. Ja, oké. Okay. Hoe staan jullie er tegenover, Bas? Ik vind het is altijd goed om over zaken te hebben, ook over een kunstgrasbeleid als daar noodzaak is. Maar dit betrof wel een heel specifiek geval. Sparta moest uitbreiden, er moest een extra veld komen. Sparta wilde graag invullen met een kunstgrasveld en heeft daar... En dan moest maar wat... maar hebben ze nou de extra veld niet nodig dan? Of wordt er een veld? Zij hebben een extra veld nodig. Maar velden moeten nou eenmaal om en om worden gebruikt in het voetbal. Hè? Want je hebt natuurlijk in het voetbal dat als je heel de dag op het veld, iedere avond, iedere zondag op het intensief veld gebruikt, en dan gaat het veld kapot. Je moet herstellen, je hebt trainingsvelden, je hebt wedstrijdvelden. Er wordt nu één trainingsveld, wordt eigenlijk tot een soort wedstrijdtrainveld omgebouwd, wat dus wel intensief gebruikt kan worden. En daar hoeft er geen extra veld te komen, maar komt er een veld wat intensiever gebruikt kan worden. En de gelden die eigenlijk worden gebruikt om het extra veld aan te leggen, waar de gemeente eigenlijk dan verantwoordelijk voor is, want de gemeente, er ligt een soort afsprakenkader tussen de verenigingen en de gemeente over de inzet van de velden, over onderhoud van de velden, aanleg van de velden. En binnen die afsprakenkader wordt nu eigenlijk een kunstgrasveld aangelegd en dat wij min of meer wegstreept tegen een aanleg van een nieuw veld eigenlijk. Okay. Met onderhoud en alles erbij. Dus dit is wel een uniek geval in dit geval, want het is niet zo dat we nu ineens een kunstgrasveld dan bij Sparta. Het heeft echt wel een reden waarom dit zo is gedaan. En ik denk dat Sparta ook heel supergoed zijn hand heeft om hier te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen draagbaar is. Ik denk dat ze er ook echt trots op mogen zijn. De bijdrage van beide partijen in dit geval? Beide partijen, de Sparta doet zelf ook een bijdrage aan het kunstgrasveld. Ze leggen eigenlijk zelf het kunstgrasveld aan en onze gemeente draagt bij in het bedrag wat zij eigenlijk voor een nieuw veld normaal grasveld zouden doen. Ja, het is eigenlijk zeg maar vestzak, broekzak. Eigenlijk wat je betaalt voor een nieuw, stel dat er een nieuw grasveld zou moeten komen in plaats van kunstgras, dan binnen eigenlijk zo hetzelfde geld kwijt als wat je nu gaat eens. En één stapje preciezer is dat Sparta 486.000 euro bijdraagt. Me dunkt, respect voor wat die club doet. En een bult geld, hè? Ja, en de gemeente investeert 713.482 euro. Waarbij dat het geld is wat we anders de komende 30 jaar kwijt waren geweest aan aanleg en onderhoud van die velden. Ja. Dus ze krijgen niet meer dan ze anders gekregen zouden hebben. Nee, prima, René. Hè? Dus het onderhoud stopt dan? Nou, van dat veld, van het gewone veld. Ik weet uit ervaring, denk ik, kan ik wel zeggen. Hè? Bijvoorbeeld op een tennisclub gaat 10, 12 jaar mee. Mm-hmm. Ik neem aan bij intensief gebruik met voetbal. Nou,
hopelijk hetzelfde aantal jaren. Mm. En dan? Dan is onderhoud. Dus daar zijn ook afspraken over gemaakt. Dus ook, er is ook maar dan bedoel jij Bas, hè? Want nu kost het zeg maar een dikke miljoen alles bij elkaar. Hè? Sparta en wat jullie betalen van de gemeente uit. Ja. Heeft Sparta dan over 10, 12 jaar... moet dan toch weer dik in de portemonnee? Er wordt geld gereserveerd, 225.000 euro... om het over 10 jaar te onderhouden. Ja, ja. En ook over 20 jaar is 250.000 euro gereserveerd. Dus okay. Dat is dan de hele periode van 30 jaar. Ja, 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 oké. Okay. Ja. Dus dan is de toekomst van het kunstgras gegarandeerd, zeg maar. Ja, dat ja, nou, mooi. Ja. Nou, het komt dus inderdaad en dan hamerstukje. Dat is het niet geworden, omdat wij onze bedenkingen op het gebied van milieuaspecten wel nog met de raad willen delen. Maar dat is een andere kwestie dan dat het spannend wordt. Ja. Hier kan iedereen optimistisch naar kijken. Okay. Ja, het is gewoon, ik denk, voor de gemeenschap een hele mooie manier hoe dit, hoe dit Sparta dit heeft aangevlogen samen met de gemeente. Ja, goed gedaan. Goed gedaan. Mooi, hè? Ik vind het wel heel mooi, hè? De verenigingen zelf met de gemeente samen in overleg. Tot een goede resultaat komen, zeg maar. Ja, ja. Goed, volgende onderwerp gaan we doen. Kerkplein Aalrichsel. Ik heb vorige week meneer Briels aan de tafel gehad. En die was aan het vertellen dat het flink in ontwikkeling was. Van de week is er volgens mij, als het goed is, een voorlichtingsavond geweest. Daar zijn jullie ook geweest? Ik was daar in ieder geval. En er waren meerdere raadsleden. Oké. Okay. Ik had ruimtelijk domein. Jij zat in de andere vergadering. Nee, prima. Maar René, hoe is het binnengekomen? Het was een fijne opkomst. En over de hoe... men vindt dat het er mooi uitziet. Er waren wat adviezen, bedenkingen over wat doet dit nou precies met de veiligheid van het plein. En wat doet dit met de Dorpsstraat, hoeveel verkeer daardoor wordt. Veel inwoners pleiten voor verkeersremmende maatregelen om dat ook nu meteen aan te grijpen. Ja. En er werden wat zorgen geuit. En die stonden hier en daar ook in het Eindhovens Dagblad wat krachtiger dan volgens mij nodig was geweest. Namelijk, de insteek is geweest, we gaan het kerkplein opknappen. Ja. Dat moet beter worden. En het is niet eens eigendom van de gemeente, laat het ook gezegd zijn. Het is van parochiebestuur. En toen men het kerkplein aan ging pakken, heeft men gezegd, laten we dan meteen de Dorpsstraat die eraan vast ligt meenemen. En vervolgens heeft men ook nog, en ik vind dat mooi, hè, gezegd, laten we wat naar links gaan en wat naar rechts gaan, richting de Kouwenberg. Ja. Laten we het als één geheel aanpakken. Dat wordt echt hartstikke goed. De insteek is nooit geweest, we gaan een plan bedenken om het verkeer te minderen. Dan nemen we wel mee als bijkomende, benutten de kansen. Maar dat is niet het startpunt geweest van deze ontwikkeling. Nee. Maar nu wordt het wel meegenomen. Ja, zonder meer. En dan misschien niet zo vergaand als dat sommige inwoners zouden willen. Maar ik hoorde ook bijzondere ideeën. Zoals laten we een afbuiging maken, zodat al het verkeer eerder afdraait. Ja, maar dan komen ze langs de school afgereden. Vind ik een heel slecht idee. Ja. Die inwoner zei, ja, maar dan komen ze niet meer langs mijn huis. Ja. Maar ze kunnen nooit iets maken. Nee, het is altijd... Nee, maar een schoolgaande jeugd wil ik toch wel voorrang geven. Ja, net en terecht. Hè? Ja, ik denk dat het ook wel... Dit haakt heel erg in. Hè. Kijk, zo'n kerkplein kan eigenlijk voornamelijk heel erg slagen op het moment dat je zo'n kern, of in ieder geval niet de kernverkeersluw maakt, maar wel het doorgaande verkeer probeert enigszins te remmen. En de... ik denk dat Aalrichsel echt een van de meest hot items is in de verkeersvisie. Ik pak hem even naar de verkeersvisie los van het kerkplein. Waar wij eigenlijk altijd voor hebben gepleit om die verkeersvisie juist, om daar juist alternatieven voor te vinden. Want je kan eigenlijk verkeer pas goed weren als je daadwerkelijk ook een alternatief daarvoor vindt. En dat zou heel mooi zijn als we dat ook zien op te lossen met de koppeling met die verkeersvisie en dat kerkplein. Okay. En dan geldt natuurlijk ook, pak even de Heuvel en Lieshout, hetzelfde verhaal. Verkeer als een goed alternatief, dan kan je ook verkeer daadwerkelijk gericht weren. Ja. Zonder natuurlijk ook voor een dood dorp te zorgen. Want dat is natuurlijk ook een zorg. Want als je alles gaat afsluiten, dan wordt het... Ja, en we zien het in de regio, hè? Door de dorp, hè? Daarom. Dus alles afsluiten is ook niet altijd een optie. Nee. Maar het verkeersluw, het verkeer wat er niet hoeft te zijn en er ook niet wil zijn, zorgt dat een alternatief heeft. En dan kan je echt het kerk super mooi laten slagen. Want het is een heel mooi product. Het is ook een mooi product. Sorry Bas, dat ik je onderbreek. We hadden net over Sparta, die zich echt als een gemeenschap getoond heeft. En dat zie ik hier bij dat kerkplein ook weer gebeuren. Het is niet alleen een project van de gemeente, maar het is samen met de dorpsraad, met de heemkunde, met het parochiebestuur, met de ouders van de schoolgaande kinderen, is overlegd. En dan komt er een heel goed plan uit. Ja. En dan
Ja, dan met... Dat is mooi. En wanneer gaan we beginnen? Najaar. Najaar, mooi. Ja, ja. En dan maar even wachten tot het klaar is. Hè. Dan kan iedereen kijken en dan maar over dat komt. Hè. Ja. Goed, we gaan naar punt 3. Want het is wel een belangrijk punt voor de bereikbaarheid, denk ik, Laarbeek en vanuit Laarbeek elders. De mobiliteitsvisie, de regionale mobiliteitsvisie. Kan je even toelichten, Bas, wat het is? We hebben een mobiliteitsvisie, wordt nu door de metropoolregio Eindhoven uitgebracht weer. Eigenlijk met geënt op de hele regio, waarop we eigenlijk vroeger al een bereikbaarheidsakkoord hadden, een aantal jaren geleden natuurlijk al. En de bereikbaarheidsakkoord was voornamelijk geënt de N279 en de Beekse Brug. En nu gaan we weer een visie maken voor heel de regio. Op zich prima, maar alleen wij moeten wel heel erg zorgen dat onze problematiek hoog op die agenda blijft staan in de regio. Dus, hoe gaan we dat doen? Wij willen in ieder geval gaan zorgen dat wij binnen de... We hebben in ieder geval dat de bereikbaarheidsagenda, dus de N27 in de Beekse Brug, al op de urgentielijst staat binnen het lijstje van deze regio. Dus niet dat we dadelijk achteraan komen in de regio waar ASML en dergelijke allemaal weer voorgaan. Mm-hmm. Dus hebben we in ieder geval... In deze mobiliteitsvisie staat dit ook in ieder geval die items op de urgentielijst. Alleen ja, deze visie gaat ook verder dan alleen het autoverkeer. Deze visie wil ook verder kijken van hoe kunnen wij fietsverkeer blijven bevorderen om dus eigenlijk het autoverkeer op te minderen. Want met alleen meer asfalt gaan we niet oplossen in deze regio. Openbaar vervoer, een heel belangrijk item. En openbaar vervoer, ja, daar vinden wij, dit is een visie. Mensen, we willen dat er meer wordt gefietst, we willen meer... dat er meer met openbaar vervoer gereisd wordt. Maar we vinden wel, dan moet er wel ook daadwerkelijk concreet iets worden gedaan om dat beter te maken. De fiets, ja, snel fietspaden. Maar openbaar vervoer, ja, met alleen een enkele buslijn naar Eindhoven en af en toe een keer naar Helmond, daar gaan we het niet meer redden. Dan zullen we echt wel met aan andere dingen moeten gaan denken, aan hogere frequenties. Zoals? Nou ja, ik heb daar zelf persoonlijk wel beeld bij, maar nou, ik denk maar echt maar bij ons. Naar moeten kijken naar een vervoersregio. Mensen à la een echte stad, waarin we dus echt frequent met bussen naar treinen gaan rijden en treinen intensiever gaan rijden. Denk maar aan een soort metro. Maar dan ga je natuurlijk heel ver toekomstmuziek. Maar dat, ik denk zelf persoonlijk intensieve frequenties van openbaar vervoer zorgt voor gebruik van openbaar vervoer. Want dan is het niet erg als jij een keer een trein mist of een bus mist, want vijf minuten later komt de volgende. Ja. Dus jij zou zeggen, wij maken iets van in een rechtlijn van A naar B, met zijtakken die er aan kunnen bijvoorbeeld. Dat zou een idee kunnen zijn, want je kan natuurlijk niet zomaar een metrolijn gaan graven hier. Hè. Ik bedoel, dat gaat niet meer gebeuren. Nee, daar geloof ik niet meer in. Zeker niet naar de Noord-Zuid in Amsterdam. Daar heb ik... Maar binnen onze huidige vervoersconcepten zoeken naar intensievere en betere aansluiting op elkaar. Dat je ook dat het ook niet uitmaakt als je een keer een busje mist. Daar denk ik dat heel erg gaat helpen in vervoersvorm. Maar dan komen we natuurlijk een mooie, hè? Want als er die ideeën zijn, dat is het helemaal geweldig. Hè? Maar zo'n vervoersonderneming moet er natuurlijk en bussen hebben. En chauffeurs natuurlijk belangrijk. Hè? En als we zien hoe nijpend vandaag de dag... personeel is, hè? Op allerlei vlakken. Hè? Maar hier ook, hè? Want ik weet... Die komen 110 mensen, komen ze gewoon nu al tekort. Hè? Dus dan denk ik, ja, dan kunnen we ze een mooie visie maken. Maar als we zeggen, we moeten bussen hebben, prima. Ja, daar blijven maar ze moeten kunnen rijden natuurlijk. Ja, dat zal zeker een aanspits zijn. En let op, Bas, deel 2, de kosten. Ja, het gaat erom om efficiëntie. Dus dat je er ook kijkt van, als je nu een bus hebt die helemaal kringelend door het dorp gaat, of ga ik veel meer kijken van punt naar punt, daar kan je ook intensiever rijden met misschien wel minder equipment, minder mensen. Ja, maar als ze nou bijvoorbeeld lijn 21 of 22 pakken, weet ik net welke dit is, of 25, gaan Helmond geloof ik, dat we zeggen van nou, die begint in Geemert en die rijdt een beetje donk en dan hebben we slechts een aantal punten waar mensen op kunnen stappen. In de Lieshoutseweg en dan bij het Lieshoutseweg bij de Sportal. Hier en dan in op de Deense Hoek bijvoorbeeld. Dan hebben we eigenlijk 3-4 locaties waar mensen in kunnen stappen. Ja, maar daarna gaat hij naar Eindhoven en dan stopt hij op 16 plaatsen. In de stad waar al een intensieve buslijn met buslijn is. Als jij hier heel snel als je denkt met de snelbus naar Eindhoven te gaan, dan heb je ook een stuk met snelbus waar die bij 16 is. Ja, okay. René, okay. Wat me goed lijkt om toe te voegen is, dit is een terecht verhaal, hè? Maar het is een stukje van het verhaal. En een grote leidraad in die mobiliteitsvisie was het STOMP-principe. Dat is een afkorting voor STOMP, stappen,
dat staat op de eerste plaats. Ja, ja. Laten we, lopen. Ja, laten we dingen lopen bereikbaar en veilig bereikbaar maken. Ja, ja. Trappen, dus fietsverbindingen. Ja. Dan de O van openbaar vervoer waar we het net over hadden. Ja. En dan mobility, hè. Kunnen we dat slim inrichten met moderne ICT-systemen. Ja, ja. En de P, en die is bewust met een klein letter geschreven, terwijl die andere allemaal hoofdletters zijn, de P van privéauto. Ja, dus ja. Het is openbaar voor vervoer moet beter, maar we moeten naar dit taalpakket kijken in die volgorde. Dan ben ik het erg aansluit op wat Bas net zei. Als de buslijnen je snel naar de goede plek brengen, dan moet je vervolgens vanaf daar weer lopend of fietsend of met een volgende bus weer verder kunnen. Ja, ik vind het heel mooi toevoegen. Het is zeker mensen ook waar we wel voor om moeten staan, dat de auto niet meer uitgesloten wordt in deze regio. Ik bedoel, we kunnen niet meer zonder auto. Dat gaat ook bijna niet, maar alleen als we allemaal met de auto blijven gaan, dan gaat het natuurlijk ergens mis. Ja. Goed, we gaan kijken jongens in de toekomst wat het brengt. Want het is natuurlijk wel mooi om een visie te maken, maar dan de praktijk zal het moeten leren, hè, in de toekomst. Nou, vandaag hadden we drie onderwerpen. Sparta 25, we hadden het over de ontwikkeling van het Kerkplein Aalrikstel en de regionale mobiliteitsvisie. Allemaal hele leuke plannen voor de toekomst. René en Bas, dankjewel voor dit gesprek en jullie toelichting op de onderwerpen. En u wederom bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Omroep Peelrand TV, de nieuwszender voor gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek. Politiek aan het woord.